Ilse de Lange, je komt uit Almelo. Hoe kom je op het idee om in Almelo met countrymuziek bezig te houden? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Nee, ja, dat is gewoon, heel veel mensen vragen natuurlijk hoe country en waarom. Maar het is eigenlijk gewoon per ongeluk zo gekomen. Het eerste bandje wat ik in mijn handen kreeg gedouwd met die talentenjachten wat ik destijds heb gedaan, was country getint. Dus, en het is eigenlijk gewoon verder gegaan op die tour. Dus. Is het echt jouw grootste voorkeur, ja. Muziek? Ja, absoluut. Hoe lang ben je al met muziek bezig? 10 jaar. En hoe oud ben je nu? 20. Zo. Huh. Je halve leven in de country. Ja, kun je dat zeggen. Wat is daar zo leuk aan voor jou? Het is gewoon alles eromheen, denk ik. Ja, het raakt je of raakt je niet. En het raakt mij, die muziek. Troubles here, but I ain't gonna worry about the way things are. Just be down in love, but can lie the fears to the bright star. Ik ben in juni naar Amerika geweest. Warner Brothers heeft mij over laten vliegen. En de bedoeling is dus dat we het eind van het jaar een album gaan opnemen in Amerika. En dat het dus, ik krijg een Amerikaans contract. En dat het dus in Amerika uitkomt en in Europa. Dus het ziet er heel goed uit. Dus,